Meneer Van Fleppenstein? Ja, ventje? Ik hoor net van meneer Van Hooijdonk dat u heel goed het alfabet kan boeren. Pardon? Oh, je hebt het over mijn studententijd. Weet je wat het is, ventje? Dat is al zo lang geleden. Daar wil ik liever niet meer aan herinnerd worden. Ah, doe nou, meneer Van Fleppenstein. Nee, geen sprake van. Nou, volgens mij kan u het helemaal niet. Oh nee? Let maar eens op. Deze was wat minder. Topreuze leuk. Nou, ben je overtuigd, ventje? Nee, we zijn er nog niet. Nou, ik vind het wel velletjes. Ik ga weg. Goedemiddag al tezamen. Ja, nee, hier blijven. Dan moet je het afmaken ook. Zeg, wat is dit allemaal voor smerig gedoe? Wacht nou even, Van Hooijdonk. Ik ben nog niet klaar. Ik vind dat smerig, asociaal en ongepast. Ja, nog even wat zuurstof in de longen pompen en dan gaan we weer. Ik kan het ook. Goed zo, blijf oefenen. Lekker opvoedkundig, Flap. Ik word er gewoon misselijk van. Oh no. Ik ben mezelf aan het overtreffen, geloof ik. Moet je hem nou zien staan? Hoe kan je je zo verlagen? Heeft u dat allemaal op de universiteit geleerd? Ja. Zo hé. Is altijd een lastig. Kan wat beter. Die doet een beetje pijn. Nog een paar letters, meneer Van Fleppenstein, en dan bent u er. Nog eentje dan. Nou, je kan zeggen wat je wil van meneer Van Fleppenstein, maar hij is altijd heel